Zoals je wel kon horen, verschrikkelijk geluid ging mijn wekker. Deze dag was ik vrij, echt heerlijk, maar dan alsnog zet ik vaak mijn wekker. Voor mij doen had ik uitgeslapen, het was iets van 9:30. Ik ga er gelijk mijn bed uit, doe mijn gordijnen open, mijn ramen open, zodat er lekker frisse lucht naar binnen komt. Weet je, ik laat gewoon weer even mijn morning routine zien aan jullie. Het is gewoon een hele realistische morning routine. Zo ziet mijn ochtend er vaak uit als ik gewoon vrij ben. Uiteraard als ik naar school ga, heb ik alles al klaar liggen. Dus dan hoef ik niet meer dingen te preppen of zo, wat ik nu nog wel ga doen. Maar dat doe ik dus op de vrije dagen wel. Tijd om me om te kleden. Ik vind het altijd wel lekker om gewoon lekker een chill pakje aan te doen als ik gewoon thuis ben en vrij ben. Maak gelijk mijn bed op. Dat is iets wat ik echt standaard doe, mijn bed opmaken. Ik weet dat heel veel dat niet doen. Mijn vriend snapt ook niet dat ik dat doe. Hij laat het gewoon lekker als een rommeltje achter. Maar ik maak altijd mijn bed op. Als ik dan thuis kom die dag, als ik ergens heen ben gegaan, dan is het toch heerlijk als gewoon je bed is opgemaakt, je kamer op is geruimd. Ja, ik hou ervan. Wanneer ik mijn bed heb opgemaakt, doe ik lekker mijn pantoffels aan. Ik zal deze in de beschrijving linken. Hier krijg ik namelijk zo vaak vragen over. Maar voor ik naar beneden ga, doe ik nog even mijn bril op. En is het tijd om iets aan jullie te laten zien. Want eigenlijk heb ik echt een geheimpje wat, nou ja, niet veel mensen weten. Ik denk bijna niemand. En ik ga het nu blootleggen op YouTube. Ben je er klaar voor mijn geheim? Eén tip. Doe dit met iemand samen. Dit was echt zo zwaar. Oh mijn god. Ik heb dus gewoon een matras naar boven zitten tillen in mijn eentje op de trap. Nou ja, goed. Ik heb deze matras dus lekker zitten unboxen. En wat was dit een feestje om te doen? Want je zult vast denken waarom. Mijn geheim, jongens. Zijn jullie klaar voor mijn geheim? Ik slaap dus eigenlijk stiekem niet echt op een matras. Nou ja, deels. Ik slaap wel op een matras, maar de andere helft weer niet. Ik zou even laten zien hoe mijn huidige slaapkamerbed, zeg maar, hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Dus dat ga ik jullie even onthullen. Ik heb namelijk, als ik alles eraf haal, een eenpersoonsmatras. En ik heb nu denk ik een jaar dit bed gemaakt op pallets. En dat vind ik zelf echt geweldig. En vorig jaar toen ik dit heb gemaakt, ik heb deze makeovers van mijn kamer. Dat is echt een gigantische makeover geworden. Ook allemaal gefilmd, dus die zou ik even linken in de beschrijving, die video's. Maar ik had dus een eenpersoonsbed altijd. Dus mijn eenpersoonsmatras had ik hier opgelegd. En toen dacht ik, ja, shit, ik heb een nieuw matras nodig, want ik ben wel iets erop vooruit gegaan qua breedte. Dit bed op pallets is namelijk 1,20 meter. Maar mijn matras is, hoe groot is een eenpersoonsmatras? 90 centimeter of zo? Ik heb geen idee. Hoe ga ik dit doen? Ik dacht, oké, nou, ik moet dus ooit een nieuw matras bestellen. Heb ik nu geen zin in. Ik pak van boven de tuinkussens, want deze kussens hebben we altijd in de tuin, in de lounge set. Die passen er precies tussen en zo vul ik dat lekker op. Ik koop een topper, die leg ik eroverheen en voilà, helemaal leuk. Uiteraard, als mijn vriend erbij ligt, zakt hij wel een beetje door. Door die kussens, want dat is natuurlijk niet ideaal. Dus toen kwam Emma Sleep met een mail of ik wilde samenwerken. En ik dacht, oh mijn god, ja, ik heb echt al een jaar een matras nodig. Telkens stel ik het uit. Maar hoe fijn om nu gewoon een 1,20 meter matras te hebben die precies past op mijn bed. Of op mijn bed. Oh my god. Oh, mooi. Heel mooi. Heel mooi. Dan kan ik mijn kussens eigenlijk voor me liggen. Er is nu dus tot 30 januari, dus jullie hebben nog 4 dagen de tijd, een mega sale bij Emma Sleep. Er is namelijk 50% korting, maar met deze code, met mijn code, krijg je ook nog eens 10% extra korting boven die 50% winter sale korting. Mijn bed mag er nu dus zelf helemaal aan geloven dat hij even een makeover ondergaat. En dat heb ik dus gedaan met deze nieuwe matras van Emma Sleep. Ik heb de Emma Hybrid matras, die vind ik echt ontzettend fijn. Hij is ontzettend dik. Er zit allemaal lagen in. En ja, dat maakt het gewoon echt heel erg lekker om op te liggen. En vooral met nog een topper erboven. Ik lig dus nu 1,5 week echt heerlijk op dit matras. Helemaal chill wakker worden. Geen rugpijn. Dus vind jouw wintergloed. En ik zou zeggen, kijk even op de site. Want er is nu gewoon ontzettend veel in de sale. Ze hebben niet alleen matrassen, maar ook gewoon boxsprings, accessoires, kussens.
slopen, bedden slopen. Dus dat is echt top. En ze hebben 10 jaar garantie. Hoe leuk is het ook om dit als cadeautje bijvoorbeeld te geven. Om het nieuwe jaar fijn te starten. Misschien voor je moeder of je vader. Om gewoon een chille kussen te geven. Mochten ze altijd nekpijn hebben. Dus ik zou zeggen, check dus even de Winter Chill campagne van Emma Sleep. Ik wil Emma Sleep ontzettend bedanken voor deze samenwerking. Echt, ik slaap als een roosje op dit matras. De hybrid matras. Ontzettend blij mee. Niet normaal. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, your diamond in the rough. Hey, goedemorgen, snoetjes. Oké, ik kan het niet laten. Goedemorgen. Ach, goed. Als ik beneden kom, of het nou mijn moeder is, of dat ik er ben. Mijn konijnen zitten echt altijd te wachten. Ze gaan dan met hun snuffert zo helemaal tussen de tralies. Het is zo schattig. Dus dit keer kon ik het ook niet laten om even naar ze toe te gaan. Even te knuffelen, snoepje te geven en weer door te gaan. En het is tijd om weer naar binnen te gaan en voor mezelf het eten te regelen. Ik prep dit dus bijna elke zondag prep ik dit ontbijt. Mocht je het recept nog terug willen lezen, zou ik het ook wel even in de beschrijving uittypen. Maar ik zal even laten zien hoe ik dit maak. Ik maak dus elke zondag blueberry cinnamon waffles. En dit is dus eigenlijk een wafelrecept die ontzettend gezond is. Dus hoe lekker om hier gewoon mee te ontbijten. Je zag zojuist wat ik nodig heb voor dit recept. Ik zou zeggen, zet hem daar zeker even op pauze dan. Kun je het opschrijven. Ik verdubbel dit aantal. Dus wat hier op de papier, wat op het papier staat, dat verdubbel ik. Zodat ik 12 wafels kan maken. En dit vries ik dus uiteindelijk in. Zodat ik gewoon elke ochtend door de week, als ik naar school moet of naar werk of haast heb, zeg maar. Dan pak ik uit de vriezer 2 wafels. Ik doe ze even in de magnetron. En dan kan ik ze gewoon beleggen, bijvoorbeeld met Griekse yoghurt en honing. En dan heb ik gewoon heel erg snel mijn ontbijtje klaar. Dus hoe chill om dit gewoon op elke zondag even lekker te preppen. Ik ga nu laten zien hoe je deze wafels maakt en wat je dus nodig hebt. Dat heb je al gezien. Maar echt een tip. Dit is ontzettend lekker. Eigenlijk is het gewoon een hele simpele kwestie van alle ingrediënten in een kom doen en dit lekker mixen. Ik doe het zelf gewoon heel makkelijk met een staaf mixen. Dan weet ik zeker dat er geen klontjes in zitten, want anders dan had ik niet alles in één keer tegelijk erin moeten doen. Maar ik kies nu gewoon voor gemak. Vervolgens was ik nog even de blauwe bessen. Dat doe ik altijd standaard met elke fruit en groente. En dit stop ik er dan ook doorheen. Je kan ervoor kiezen om dit gewoon er doorheen te roeren. Op deze manier heb je gewoon wat meer stukken blauwe bessen in je wafel. Maar ik kies er eigenlijk altijd voor om het lekker te mixen met de staafmixer. Zo proef je eigenlijk geen stukjes meer. En het deeg wordt ook een beetje paarsig. Ik vind het allemaal wel prima. En uiteindelijk kies ik er ook nog voor om wat lijnzaad er doorheen te doen. Je kan er ook nog andere dingetjes doorheen doen. Naar eigen smaak natuurlijk en naar eigen wens. En ik stop er altijd nog kruiden doorheen. Dus het is altijd nog de twijfel wat ik kies. De ene keer ga ik voor kaneel. De andere keer ga ik voor de gingerbread kruiden. Of gewoon voor koek- en speculaaskruiden. Heel erg lekker is dit. Vooral ook in de wintertijd om gewoon lekker met gingerbread kruiden te werken. Dit keer gekozen dus voor de gingerbread kruiden. Deze komen van dille en kamille. En dit maakt het gewoon, de wafels gewoon net een beetje wat lekkerder eigenlijk gewoon. Dus zeker een tip om er wat kruiden doorheen te doen. Yeah. Oh, we can spend our day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food. Uiteraard zit er gewoon best wel wat wachttijd tussen voor de wafeltjes klaar zijn. Vooral 12 stuks. Dus ondertussen ga ik heerlijk gewoon lekker met mijn konijntje spelen. Lekker buiten frisse lucht halen. YouTube filmpje kijken en wacht ik tot de wafels klaar zijn. Zodat ik eindelijk kan eten. We can spend our day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up. Ondertussen laat ik de wafels lekker afkoelen en maak ik voor mezelf een theetje. Keuzesreus. Ik kies dit keer gewoon voor een thee van de Rituals. Die heb ik gekregen.
have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. En dan pak ik twee bovenste wafeltjes, die ga ik lekker opeten en ik top het eigenlijk altijd hetzelfde af. Ik kies altijd voor Griekse yoghurt, vind ik altijd heel erg lekker. Daar doe ik kaneel overheen, dat meng ik dan uiteindelijk een beetje. Dat is echt zo'n lekker sausje dan. Honing eroverheen, je kan natuurlijk overkiezen om gewoon stroop eroverheen te doen of maple syrup. Ik kies altijd wel voor honing of maple syrup. Dit keer was dat op, dus honing. En ik top het nog wat af met wat noten. Dat kun je ook bijvoorbeeld met havermout doen. Je kan er ook zelfs nog voor kiezen om in het beslag havermout te mixen. Maar dat ja, hoeft niet. Dat kan. Doe ik ook wel eens. En dan ga ik lekker eten. Heerlijk. Heb, ga ik weer terug naar mijn kamer. Doe ik het raam toch weer dicht, want het was echt heel erg koud. Doe gezellig de kaarsjes aan, want dat vind ik gewoon een fijn sfeertje maken in mijn kamer. En dan is het tijd om of te werken of bezig te gaan voor school. Dus in dit geval moest ik eigenlijk beide doen. Ik moest wat mailtjes beantwoorden, ik moest video's editen en iets inleveren voor school. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. Gewoon de eindopdracht van Smart Solutions. Echt zo spannend. Ik heb het uiteindelijk ingeleverd, dus ik ben blij dat dat gewoon lekker gedaan is. En dat ik nu gewoon eventjes 1,5 week ongeveer gewoon vrij ben. Uiteraard wel gewoon werken, maar in ieder geval niks voor school. Dus dat is wel echt heel erg lekker. En voor je het weet is het gewoon alweer 12 uur, is de ochtend voorbij en vliegt de tijd. En ga ik gewoon weer verder met werkdingen doen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet dus niet de code van Emma Sleep te gebruiken. Ik zal het ook nog wel in de beschrijving zetten. En tot de volgende video weer. Doei doei!